Hi en superleuk dat je weer kijkt naar een nieuwe aflevering Bloemschikken. Ik ben Karijn Tukkers en ik leer jullie alles over bloemschikken. En we gaan vandaag weer aan de slag met een mooi kerstarrangement. Daar zitten we natuurlijk helemaal in. En volgende week komt ook de Winterwonderweek online. Dat wil zeggen dat er elke dag van maandag tot en met zaterdag een video online komt. Wat betreft een kerstarrangement. Dus superleuk wat mij betreft. Heb je er zin in? Doe alvast een duimpje omhoog. Abonneer als je dat niet gedaan hebt en dan gaan we gauw aan de slag. Wil je dit slash meer doen? Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je het pakket kan bestellen als compleet pakket. Daarnaast kun je creatie delen op Facebook of Instagram. Tag mij en dan maak je ook nog eens kans op leuke prijzen. Dus dat is natuurlijk altijd leuk. En dan wil ik jullie ook nog even eraan herinneren dat je nog mee kan doen aan de Winter Wonderland wedstrijd. Dat wil zeggen, je maakt een bloemstuk met het thema Winter Wonderland. Deze stuur je in naar info@bykarlijn.nl en dan maak je kans. Je kan nog meedoen tot en met 12 december en je kan je eigen draai eraan geven. Dus ja, heel veel succes. En dan gaan we nu echt beginnen. Ik heb hier een mooi stuk hout in het wit. Heel mooi natuurlijk, maar dat witte past natuurlijk ook weer mooi bij de winter. Ik gebruik ook lampjes, touw en ijzerdraad. En het eerste wat we gaan doen is even kijken hoe lang het touw moet om het houtstuk heen. We gaan namelijk een bloemstuk maken die hier omheen valt. Een soort guirlande. Echt heel erg mooi. Je moet hem wel een stukje langer maken dan het houtblok zelf. Omdat het natuurlijk ruimte kost als je gaat wikkelen. En daarnaast moet je hem aan het einde al even goed kunnen bevestigen. Dan leg ik de rest even aan de kant en haal ik jullie even dichtbij, zodat jullie goed kunnen zien wat ik doe. Als eerste zorg ik dat ik allerlei soort gelijke stukjes kerstgroen heb. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a... Dan pakken we het touw erbij. We maken even het beginnetje met een ijzerdraad. Die maken we even vast. Als ik eucalyptus gebruik, knip ik het altijd net boven het blaadje af, want dan kun je beide stukjes nog weer gebruiken. Ik pak elke keer een toefje bij elkaar van verschillende soorten kerstgroen. En ik zorg dat ik de stukjes niet te groot maak. Die leg ik erop en hier bind ik het ijzerdraad omheen. Je mag best wat platter binden, omdat de achterkant straks bevestigd wordt op het houtschijf. Dan leg ik het volgende toefje er tegenaan. En ik zorg dat ik kleine stukjes gebruik elke keer. Die bind ik er weer vast omheen. En dan pak ik het volgende toefje van verschillend kerstgroen. En dit blijf je elke keer herhalen. Je werkt dus eigenlijk een beetje trapgewijs. Je legt hem elke keer op de volgende.
En je wikkelt hem er even een paar keer omheen. Trekt hem even strak. Tussendoor even checkt hoe ver je al bent. Dus dat je hem even om de schijf heen legt. Dat heb ik ook gedaan en dan is hij bij mij klaar. Dan maak je aan het eind even een extra wikkeling zodat hij heel goed vast zit. En knip je het draad af. En deze komt dus om de houtschijf heen. Dan heb ik hele mooie lampjes. Je zou de lampjes hier omheen kunnen wikkelen. Je kan hem ook alleen binnenin doen. Je kan hem ook wikkelen om het kerstgroen heen. Dus daarin kan je zelf helemaal je eigen stijl geven. Dat is ook leuker, hè? Dit is weer een lampje met een plat batterijtje. Dat werkt net wat mooier weg. Want dan heb je geen groot kastje of zo wat je weg moet werken. Hè? Zo. Kijk. Zweetje. Ik wikkel hem om de houtschijf heen, maar daarin kan je dus je eigen stijl geven. Het kastje doe ik bovenop. Net onder het touw. En dan haal ik hem er elke keer gewoon omheen. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish. Dat ziet er natuurlijk nu al super gezellig uit. Je kan dus echt spelen met de lampjes waar je ze wil hebben zitten. Je kan hem ook hier bijvoorbeeld op bevestigen aan het kerstgroen. Dan gaan we de guirlander om het hout heen binden. En de uiteinde knoop je aan elkaar vast onder het touw door. Zorg dus als je begint met binden dat je aan beide kanten in ieder geval een stukje touw over hebt. Dus dat je niet helemaal aan het begin begint. En jongens, kijk dan wat een plaatje. Echt super leuk. Je kan natuurlijk als je wil nog extra kerstballetjes en zo toevoegen. Maar is zo ook echt wel super leuk. Wat ik zelf nog wel heel erg leuk vind, is om er kerstklokjes aan toe te voegen. Die maak ik vast aan het touw, zodat ze in het midden vallen. Dat geeft echt een extra touch en toch een beetje glitter bij het natuurlijke geheel. En dan bevestigen we de klokjes met een stuk touw. Ik haal eventjes de ijzerdraadjes die erop zitten, of de touwtjes er even af. Omdat ik het touw net wat natuurlijker vind lijken. En dan vallen ze net wat mooier op hoogte. Die rijg ik er gewoon op. Een beetje gekriegel, maar vooral met het jute touw natuurlijk. En die bevestig ik weer aan het touw in het midden. Daar knoop ik hem gewoon aan vast. En jongens, kijk dan wat een plaatje als ik hem aanzet. Super leuk en gezellig. Je kan ervoor kiezen om hem gewoon zo te houden. Maar ik vind hem nog een beetje kaal. Dus ik voeg nog even extra
decoratie aan toe. Maar ik doe het wel allemaal een beetje in de wit-zilver tinten. Om het wel mooi rustig te houden. Ik gebruik hiervoor mooie witte sterren. Ik plak dit gewoon op het hout. Je kan het verdelen, maar je kan het ook op, als rijtje doen. En wat zilveren takjes. En dit kan je helemaal verdelen zoals je zelf leuk vindt. Wat mooie zilveren dennenappels. En dan is die klaar. En dan hebben we een hele mooie natuurlijke en aparte krans voor aan de muur. Of aan de deur waar je hem ook wil hangen. Echt super mooi. Je kan hem eventueel natuurlijk ook neerleggen. Je kunt het pakket bestellen. Hieronder in de beschrijving vind je een linkje waar je dat kan bestellen. Vond je dit nou leuk? Doe een duimpje omhoog. Abonneer natuurlijk gratis. En blijf op de hoogte van alle video's die ik maak. En deel jouw creatie op Facebook. Dan maak je ook nog eens kans op een leuke prijs. Dus dat is altijd leuk. En je kan nog steeds meedoen aan de Winter Wonderland wedstrijd. Meer informatie vind je hierover op het bovenste filmpje op mijn YouTube kanaal. En anders hieronder in de beschrijving zal ik ook nog even wat informatie zetten. Nou, hoop ik dat je het leuk vond. En dan zie je me de volgende keer weer. Doei!